het voorjaar mijn eerste filmpje maakte in een lege strobalentuin, had ik niet vermoed dat het weer dit jaar het ons zo lastig zou gaan maken. Desondanks vind ik dat mijn strobalentuin het ontzettend goed doet. Het wordt hoog tijd voor een nieuwe update. Aan het eind van de video vertellen mijn dochter Marley en ik wat je in deze maand augustus nog kan zaaien en planten. Want ook al is de zomer straks bijna voorbij, er zijn nog ontzettend veel dingen die je alsnog kan planten, zodat je later in het jaar kan genieten van nog meer verse groenten uit eigen tuin. Of het nou een strobalentuin is of niet, dat maakt er niet uit. Ja. Leuk dat jullie kijken. De rode kool is er nog steeds. Marley en ik houden heel goed in de gaten of er rupsen, eitjes of rupsen of slakken aanwezig zijn. De grootste bieten hebben we inmiddels geoogst en die zitten in de vriezer. De rest laat ik nog even staan. De marmandentomaten die zijn gelukkig ook nog relatief gezond en ik hoop dat ze voldoende tijd nog krijgen. Veel mensen hebben alles al moeten weggooien. Daar heb ik gelukkig tot op heden nog niet heel veel van hoeven te verwijderen. Er zit hier een soort van middennest. Mijn moeder heeft dit erop gestrooid. En daardoor gaan ze dood. En ja, dat wou ik even zeggen. Dat mierennest zat in de strobaal met deze drie tomaten. Die tomatenplanten zijn ook nog wel gezond. En ondertussen heb ik een Romanesco daar tussenin gezet. Daarnaast staat ook een Romanesco. De sla is er nog. En de meloenen, maar dat wordt dit jaar niets, helaas. Van zowel de stokbonen als ook de stambonen in de balen daarnaast, zijn we inmiddels druk aan het oogsten. Er is een ruime kilo al in de vriezer en op tafel beland. Er zit nog heel veel aan te komen. Dus geweldig. Nou, met de komkommers gaat het heel goed. Ze groeien snel en over een paar dagen kunnen we ze al waarschijnlijk oogsten. Kijk maar. Zoals jullie Marley net hebben zien doen, hebben we al een aantal wortelen eruit getrokken. Ze zijn wel wat dicht op elkaar gezaaid en daardoor nog niet zo goed ontwikkeld. De kropjes Little Jam die groeien heel goed in de strobaal en de paksoi ook. Tegen de slakken die er uiteraard ook op mijn strobalen wel waren, heb ik nou weer koffiedik gestrooid. De cherrytomaten die zijn bijna allemaal nog in leven op één na, die ik al een poosje terug eruit heb getrokken, omdat ik bang was voor de Phytophthora. Maar de rest lijkt gelukkig nog behoorlijk gezond en we hebben al een aantal tomaatjes kunnen oogsten. Ze lopen wel achter op vorig jaar, maar ja, dat is compleet normaal en begrijpelijk door de weersomstandigheden. Nou, dit is mijn baal. Het gaat heel goed met mijn aardbeidjes. Ik kan er al bijna weer een paar drukken. En hier is mijn Nieuw-Zeelandse spinazie. Gaat ook heel erg goed mee. Dat wil ik even zeggen. Als ik straks weer ruimte voldoende heb in mijn strobalen om weer andere dingen te zaaien, dan doe ik onder andere winterandijvie, Chinese broccoli, Turkse spinazie en boerenkool. Er zijn ook een aantal andere dingen die je nog wel kan voorzaaien. Zeker in de kolenfamilie is er het een en ander mogelijk. Daarnaast kan je ook lenteui alvast voorzaaien, zodat je daar in het vroegere voorjaar ook weer gebruik van kan maken. Bedankt voor het kijken naar deze video. Tot de volgende keer!